Beugel. Tanga, beugel. Goed zo. Heerlijk. Goed zo. Een geleidehond is eigenlijk een hond die iemand helpt veilig om van A naar B te gaan. We beginnen meestal in de hond te leren dat de hond een meter breed is en 2 meter hoog. Dat is eigenlijk de ruimte die een persoon nodig heeft om veilig overal tussendoor te gaan. Nou, ondertussen betekent het dat ze heel veel hindernissen moet voorkomen. Hindernissen zoals bijvoorbeeld swingborden, lantaarnpalen, maar ook natuurlijk bewegende objecten zoals bijvoorbeeld mensen. Losliggende stoeptegels, stoepranden, hondenontlasting, plastic zakken, al dat soort dingen. Dingen zijn waar haar eigenaar over kan struikelen en op die manier dus eigenlijk moet ze voorkomen dat hij daar tegenaan kan lopen. En eigenlijk is dat heel tegenstrijdig met de geleidehond. Want aan de ene kant willen we een feilloos geluisterde hond hebben. En aan de andere kant moet ze ook feilloos ongehoorzaam zijn. Dus wanneer je de vraag om te gaan liggen, vind je het prettig als ze dat in één keer doet. Maar wanneer je zegt dat ze moet gaan lopen terwijl de juiste tienton eraan komt zetten, dan is het soms wel handig om juist te zeggen, nee, maar nu gaan we niet lopen. En dat maakt eigenlijk geleidehondenwerk zo moeizaam. En daarbij komt ook nog eens een keertje dat ze ook nog eens een keer zelfstandig moet kunnen werken. Want een blinde die kan natuurlijk eigenlijk weinig aanwijzingen geven, zoals je als eigenaar normaal gesproken gewend bent om te zeggen van ja, maar dit is wat ik eigenlijk wil. Het is een ontzettende zware taak voor een geleidehond, ook omdat het vaak duur arbeid is. Eigenlijk zie je niet of nauwelijks dat een hond aan het werk is. Want het lijkt alsof je bij wijze van spreken je hond aan het uitlaten bent. En ondertussen sta je 3 kwartier lang staat te voorkomen dat je ergens tegenaan wandelt. Dus voor een geleidehond is het soms heel moeilijk om en de aandacht erbij te houden met alle verleidingen die er zijn. Zonder daarbij de aanwijzingen van een cliënt. Beugel. We beginnen meestal in eerste instantie met de hond te leren om in een beugel te stappen. Dat betekent dat we de hond leren om rustig naast je te komen zitten en wanneer je een beugel voorhoudt om erin te stappen. Dat doet ze in principe zelf, waardoor het voor ook een cliënt makkelijker wordt om een beugel om te doen. En vervolgens leren we haar om vooruit te lopen. Nou, dat betekent dat ze de weg moet volgen waarop ze loopt. Elke keer wanneer ze dus een goede beweging maakt, dus in de intentie die wij eigenlijk hebben willen, dan gaan we daarvoor belonen. Dat doen we door middel van, of met behulp van een klikker. En dat betekent dat die klikker die gaat als het ware betekenen, dat is wat ik van je bedoel en daarmee kun je je beloning verdienen. En ze wordt als het ware een beetje gokverslaafd en wij zijn de fruitautomaat op wie je speelt. En ze drukt onze knopjes in en kijkt of zij als het ware ons kan manipuleren om op die manier uit te betalen. En dus als het ware haar beloning te verdienen. Het is dus wat dat betreft, als je met je hond werkt, eigenlijk echt een win-win situatie. Ja. Dat betekent, zij of wij krijgen er iets voor terug. Bijvoorbeeld ze loopt langs een object heen en gaat ze er ruim genoeg omheen, dan kan ze bijvoorbeeld een beloning verdienen. Dus wij genieten van haar actie en zij wordt er beter van op het moment dat ze dat ook daadwerkelijk doet. Dus het is een win-win situatie. Ik zie wat dat betreft ook altijd het werken met een hond echt als een partnership. Het is net zoals je eigenlijk met kinderen, of dan is het in de regel niet door middel van dwang, maar eigenlijk op een basis van gelijkheid waarin we alle twee wat voor je opleveren. Van daaruit gaan we er leren dat als ze normaal gesproken rechtdoor kan lopen, van daaruit gaan we leren dat het handig is om die breedtes aan te houden, want je moet er met z'n tweeën prettig voorbij. Nou, als dat eenmaal stabiel is, dan gaan we bewegende objecten erbij krijgen. Want mensen zijn niet zo onvoorspelbaar als een mens, zeker wanneer ze uit een winkel komen of iets van die naart. En daarna, als laatste hoogtehindernissen, krijgen we de hoogtehindernissen. Hoogtehindernissen zijn natuurlijk voor een hond eigenlijk de moeilijkste hindernissen die er zijn. Waarom? Een hond is van nature gericht op zeg maar ongeveer 1 meter hoogte. En alles wat hoger is dan dat, dat is voor de hond niet interessant, want ook zijn prooi loopt daar niet. Je kunt je wel voorstellen dat wanneer het een dikke balk is op 2 meter hoogte, dat redelijk te bepalen valt.
Maar je kunt je ook voorstellen, wanneer het een takje zou zijn, dat het een stuk moeilijker wordt. Van daaruit gaan we dan één stap verder naar zoekopdrachten. Vinden van een vrije zitplaats. Waar is de ingang van het pand? Waar kan ik eventueel afrekenen? Dus moet ze een balie zoeken. Op die manier, ook daarin trainen we eigenlijk weer, elke keer als ze iets voor ons gevonden heeft, dan kan ze er een beloning voor verdienen. In het begin, omdat ze dat moet leren, zul je dat veelvuldig moeten belonen. En langzaam maar zeker, als het eenmaal kan, dan moet het als het ware een soort kansspelletje worden. Misschien krijg ik het, misschien niet. En elke actie die ze doet, zal ondertussen, moet ze als het ware de gedachte hebben, word ik beloond. Maar uiteindelijk, en dat is natuurlijk het eindresultaat, dan zal iets een gewoonte worden. En dan is het eigenlijk alsof ze niet meer anders kan. Sommige mensen vragen wel eens aan mij, is er niet straks een robot die dat werk gaat doen? En dan zeg ik altijd, als jij ziet wat een hond kan doen, hij leert omgaan met de handicaps van die persoon. Hij krijgt inzicht, dus dat betekent dat hij soms wel tot 200 meter vooruit kijkt en denkt, nou, dat is niet zo handig, ik ga nu al vast bijvoorbeeld de stoep af. En op die manier krijg je dus een werkende, echt nadenkende hond. En als je met je stok loopt, er is niemand die tegen je zegt, wat heb jij een mooie stok. Maar als je ziet hoe het leven verandert van een cliënt op het moment dat ze een hond bij zich hebben. Eén, het is een maatje. En twee, mensen zijn veel opener tegen de hond, ja. Tegen de hond en baas. Ja. Waarom wil u zo graag een bouvier als geleidehond in plaats van de gangbare rassen? Oh, dat is gemakkelijk straks. Een bouvier raakt nooit in paniek, al is de situatie nog zo erg of ernstig. Ze raakt nooit in paniek. Heeft een ijzersterk geheugen. En wat ik heerlijk vind, als je aan elkaar gewend bent, weet je zelf oplossingen te zoeken daar waar nodig is. Daar waar wij op een gegeven moment moeilijk nog kunnen leiden, daar kunnen we op een gegeven moment tegen het boek zeggen, zoek het uit, ik wil dat en dat, en dan gaat de boek het uitzoeken. En dat vind ik een heerlijk idee. En het is een hele rustige, stabiele boek. Echt iets om geleider om te hebben. Yeah.